Godverdomme. Aflevering van Saan Vissing. Hey, vandaag zijn we lekker aan het snoeken. Al een paar keer eerder gedaan, maar helaas geblankt. Hoort er ook allemaal bij. En door dingetjes thuis heb ik wat minder tijd om te vissen dit jaar. Want ja, de vrouw is een klein beetje ziek. En die heeft wat meer aandacht nodig. En dat gaat bij ons ook gewoon voor, door. En voor. Hey, we zitten hier mooi langs een stukje water, doorlopend kanaal. Hierachter ligt het meer verstopt. Nou, de boot ligt nog in de winterstalling, dus het meer ken ik nu niet op. Maar in ieder geval wel hier in het kanaal vissen. Dus, en dat is altijd goed. Nou, gewoon lekker, zoals je kan zien, uit de kofferbak vandaan. Lekker makkelijk. Hoef ik niet te veel zooi naar de visstek te brengen. En altijd heel belangrijk is een bak koffie erbij, want zonder koffie gaat het hem niet worden. Nou, ik wens je veel kijkplezier en ik hoop dat we vis op de kant gaan krijgen. Cheers! Nou, eerst op de kant, eentje al verspeeld, 88 centimeter. Nou, prachtig exemplaartje. Gaan we weer laten zwemmen, op voor een volgende. En de eerste van 2021 op snoekgebied. Toppertje. Nou, zoals je net hebt kunnen zien, eerste visje op de kant gehad. Nou, hij was af en toe een beetje druk. Klauwen langs de kielboog gegaan. Dat hij een beetje spartelde. Ja, stom. Ik had hem nog niet goed vast. Ja, dat kan gebeuren. En dan liggen je klauwen open. Hey, dat hoort er ook gewoon bij. En als je dat niet wil, dan zijn er van speciale dunne handschoentjes te krijgen. Die heel makkelijk kan gebruiken bij het snoekvissen, waardoor je klauwen heel blijven. Maar ja, hey, ik niet. Hield vanzelf wel weer als de snoek maar niks hebt en weer terug fixen is. Was een mooie bak, dus ik hoop dat we er nog eentje kunnen gaan vangen. Hengeltje ligt er weer in. Nou, daar ligt de dobber weer. De andere hebben we hier zo. Een beetje voor de kant. Nou. En hopen dat we nog weer een visje kunnen pakken. Zodra we er weer een hebben, laten we hem jullie zien. En dan zien we weer verder.
Als de tijd om is, is de tijd om. Hebben we in ieder geval vandaag een visje gevangen. Na 4 keer blinken werd dat wel een keertje tijd. Nou, op naar de volgende bak. Ja, de spullen liggen weer in de auto. Alles is erin gepakt, zoals je kan zien. Nou, vandaag 1-1. 1 voor de snoek. Ik sloeg er eentje mis. Baalde ik natuurlijk al ontzettend van, vooral na 4 keer blinken. En de tweede was raak. Mooie vis van 88 centimeter. Dus mijn dag is in ieder geval goed. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef even een duimpje omhoog. Om te waarderen. En dan zie je ons weer in een volgende aflevering van Saan Fishing. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.